De heer Klaver. Voorzitter, vandaag is er een belangrijk rapport gepresenteerd, onderzocht door de Kamer. En als we daar volgens mij één les uit mogen trekken, is dat uitvoering ertoe doet. En dat we daar de minister niet moeten verwijzen naar een technische briefing, waar ik naar uitkijk, om het daar ook nog verder over te hebben, waar deze minister verantwoordelijk is of het goed komt in die uitvoering. En ik stel daar ook een politieke vraag over. Daar zit techniek achter, maar ook een politieke vraag over. En daar moet de minister antwoord op geven. De basisinfrastructuur van het RWM staat klaar. Ja. Er moet integratie komen met vier andere systemen. Ja. Hoe ver staat het daarmee? En dat wil ik eigenlijk dit debat horen. Hoe ver is de integratie met de GGD's? Hoe ver is de integratie met de huisartsen? Hoe ver is de integratie met de arboartsen en met de instellingsartsen? Hoe ver staat het daarmee? Dat moet de minister weten. De minister. Zeker. Het gaat overigens niet zozeer over een integratie van systemen, maar een koppeling tussen systemen om gegevensdeling mogelijk te maken. En wat ik u zeg is, het is niet zozeer de technische kant. Het gaat met name over een inhoudelijk dispuut, over onder welke condities kunnen gegevens worden gedeeld. Dat is één. Twee is, u maakt denk ik terecht een verwijzing naar dat belangrijke rapport dat vandaag is gepresenteerd. En we doen er denk ik volstrekt geen recht aan, aan al dat verdriet, door er één element uit te halen. Maar als er één element is wat er wel degelijk aan raakt aan het dispuut wat we hier hebben, is neem uitvoering serieus. En luister goed naar de uitvoering, ook in de snelheid van de stappen waarmee je die zou willen zetten. En dat is exact wat we hier doen. Heel erg intensief met de uitvoering in contact zijn. Heel erg intensief ook en indringend de politieke wens over te brengen zo snel als mogelijk te gaan. Maar ook oog en oor te hebben voor de uitvoering die zegt, ho, het moet wel zorgvuldig en het moet stap voor stap en het moet veilig. Want dat is uiteindelijk een veel betere wedstrijd om te spelen als je vertrouwen wilt winnen om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te laten zijn. De heer Klaver. Voorzitter, dit is een antwoord op een vraag die ik niet heb gesteld. En een verweer tegen een aanval die ik niet heb gedaan. Voor de goede orde, voor al die mensen die hier aan werken, ik wil dat we geen stap sneller gaan dan verantwoord is. Okay. Ik hoef niet. Om dat vast te stellen. Ik wil niet met waar we nu staan, dat we proberen dit 2-3 dagen naar voren te halen. Dat is het hele punt niet. Wat ik van de minister vraag, is hoe staat het met de uitvoering van een cruciaal IT-systeem? Mm-hmm. En dan wil ik niet een algemene uitleg. Ik wil gewoon antwoord op mijn vraag. Ik vraag, wat is de status? Wanneer is het gereed? De integratie of de koppeling tussen de systemen van het RIVM, dat is de basis, met de GGD's, de huisartsen, de instellingsartsen en de arboartsen. Dat is de vraag die ik stel. Ja. En daar wil ik geen heel college over. Ik wil een antwoord op die vraag, alstublieft. Nou, het korte antwoord op die vraag heb ik u inmiddels een aantal keer gegeven. En dat is dat de basis van het Centraal Register staat. En dat het op tijd klaar is voor de toepassing zodra dat nodig is. Ja, het wordt een herhaling van dezelfde vraag en dezelfde antwoord. Dus op een gegeven moment denk ik, zit aan de Kamer als u iets daarmee wil. En de minister heeft ook gezegd dat hij daar uitgebreid op terugkomt op die systemen in een schriftelijke brief. Maar voorzitter, dat begrijp ik. Maar toch vind ik het eigenlijk niet voldoende voor dit debat. Dit debat gaat specifiek over de vaccinatiestrategie en over de uitvoering en de uitrol daarvan. En als je dan zegt, we hebben het over vier verschillende, de GGD is volstrekt anders dan de huisartsen. Ja. De arboartsen zijn volstrekt anders dan de instellingsartsen. En dan krijg ik antwoord op één hoop, het is op tijd klaar. Nee, ik wil gewoon dit debat een update krijgen. Ja. Hoe staat het met iedere organisatie, hoe staat het dan precies, waar zit precies de bottleneck? Ja. En wanneer is de verwachting dat het gereed is? En dat antwoord, voorzitter, wil ik gewoon vanavond hebben. Ja, de minister. Dat antwoord heb ik inmiddels al 3 keer gegeven. Misschien is het ook een aardig idee om politiek en techniek een beetje te scheiden. Dan ga ik naar de heer Ascher. Ja, voorzitter, het spijt me. Dit is geen manier van antwoorden. Dit zijn hele serieuze vragen van een bezorgde volksvertegenwoordiging. Die vraagt, hoe zit het daar nou precies mee? Want daar zit blijkbaar een bottleneck. En om dan het af te doen met zeggen, ik heb al 3 keer antwoord. Ja, dat het tijdig af is. Heb ik vaker gehoord. Dat vind ik niet voldoende. Ik vraag om in te gaan, wanneer is de koppeling gerond met de GGD, de huisartsen, de instellingen en de arbodiensten? En dan wil ik per die categorie zou ik daar graag een antwoord op willen. En dan zeggen, het is op tijd klaar. Ja. Voorzitter, dat is echt niet voldoende. Ja. Maar goed, het belangrijkste deel van het antwoord is toch echt dat het op tijd klaar is. En dat de basis staat. Ik heb u ook aangegeven waar het dispuut over gaat. Het dispuut gaat niet over de techniek. Het dispuut gaat over de gegevensdeling. Dat is het dispuut wat speelt. En dat is het complexe en ook het politieke dus daaraan om op te lossen. Niet zozeer de techniek, dat is niet ons werk.
Wat ons werk is, is te verzekeren dat de uitvoerders op tijd klaar zijn. En dat is het antwoord wat ik krijg op het moment dat ik deze toetsvraag stel aan de uitvoerende partijen. En het lijkt me gewoon goed om dat ook serieus te nemen. Vervolgens heb ik u toegezegd om u uiteraard daarover uitvoerig te informeren. Net zo uitvoerig als dat u wenst. En dat doe ik schriftelijk. En vervolgens is er allerhande technische briefings nodig, mogelijk, om u verder te informeren. Maar ik denk niet dat hier een dispuut over IT-systemen erg verheffend is, toch? Nee, meneer Klaver. We kunnen niet de heer Asscher, de heer Dijkhoff en voorzitter, mevrouw Marijnissen. Tot slot, en dan hou ik hier over op. Ja, maar het is echt een... Ja, vier keer zelf de vraag herhalen. Nee, maar eerst ik ga niet de vraag herhalen, maar het is toch wel... Ik ga in op de argumentatie van de minister. Hij zegt, we moeten hier niet een technologisch dispuut hebben. Dit is echt een politieke kwestie. Het gaat over gegevensuitwisseling. Dat is per se politiek en ik kom er later op terug in een brief. Dit is een politieke kwestie en daarom wil ik er in dit debat antwoord op hebben. Als we alle debatten schriftelijk gaan afdoen, dan maak ik er wel een schriftelijk overleg van. Dat is dit niet. Het is een debat. En daar wil ik op kunnen reageren in een tweede termijn. Wil ik kunnen overwegen, moeten we daar moties op indienen? Daarom vraag ik hierop door. Oké. Ja, voorzitter, ik heb het antwoord echt heel vaak gegeven. De heer Asscher en dan de heer Dijkhoff. Ja, voorzitter, de minister heeft een superzware week na de persconferentie, et cetera. Dus dat realiseer ik me. Toch denk ik dat het wel belangrijk is...